Hallo, dag liefste Waterman, welkom. Mijn naam is Gail en vandaag doe ik een lezing voor jullie met betrekking tot energieën voor de week die eraan zit te komen. Ik ben heel graag altijd mijn lezingen met wat astrologische achtergrond. Ik denk dat dat eventueel wel van belang kan zijn. En daarna spring ik direct over naar het tarotgedeelte zelf. Ik wil vandaag ook eventjes de mogelijkheid of de opportuniteit nemen om jullie eens allemaal van harte te bedanken. Degenen die mij al een tijdje volgen, degenen die mij van het begin volgen, degenen die nu nog maar nieuw zijn. Ik sluit jullie allemaal in mijn hart. Jullie helpen mij, mijn kanaal groeit ook door jullie. Jullie vele likes, jullie vele berichtjes op mijn video's doen mij enorm veel deugd. Dus jullie steun betekent enorm veel voor mij. En ik wou dit eventjes delen met jullie. Mijn kanaal groeit ook momenteel vrij hard, dus heel leuk om te zien. Al ben ik nog maar een starter in dit YouTube-gegeven. Maar ik wens dit te blijven doen. En hoe meer mijn video's gedeeld worden, hoe meer likes, hoe meer abonnementen, hoe meer dit kan groeien. Dus hoe meer mensen er ook plezier kunnen uit krijgen, althans. Ik heb ook eens gekeken vandaag, gezien, ik zit op een andere positie, of toch althans, ik niet, maar het beeld staat anders. Ik dacht, we veranderen eens eventjes, zo kun je ook een deeltje van de kaarten ook meenemen. Laat mij gerust weten of dat je dat leuk vindt of niet, heb je daar een opinie over of niet. Als je het niet leuk vindt, dan kan ik hem gewoon terug recht voor mij zetten, geen probleem. Maar ik dacht, we veranderen eens iets. Goed, we beginnen eraan. Waarover had ik het graag vandaag gehad? Heel graag over de nieuwe maan ten eerste. We hebben vandaag de 10e, hebben we een nieuwe maan in het teken van vis. Uiteraard is het terug een speciale nieuwe maan. En hij gaat gecombineerd met verschillende andere aspecten momenteel op astrologisch gebied. Ik zal eerst over de nieuwe maan kort spreken. Dus algemeen, een nieuwe maan is altijd een heel goede periode om nieuwe zaken te implementeren, ten eerste in jouw leven. Nieuwe intenties ook te zetten. En dat kan gewoon al in gedachtenpatronen zijn. Je gedachten naar iets nieuws laten leiden, nieuwe zaadjes eventueel al implementeren, of ook verbaal al bijvoorbeeld. Nu het specifieke of het speciale aspect er althans van is omdat het een vis is. En vis is het laatste teken van de zodiac. Dus we hebben 12 sterrenbeelden. Vis zal eigenlijk de laatste zijn en afsluiten. Dus als we dan een nieuwe maan hebben in vis, dat gebeurt 1 keer per jaar, dan zien we dit eigenlijk op astrologisch gebied altijd als een mogelijkheid om een groot hoofdstuk in jouw leven af te sluiten en een nieuw hoofdstuk althans te gaan beginnen. Zie het een beetje als een soort van een karmische cyclus die eindigt en een nieuwe die kan beginnen. Hè? En het zal sowieso waarschijnlijk gerelateerd zijn aan jouw hoop en jouw dromen. En dat leid ik uit het sterrenteken van vis dan ook af. Nu aan de andere kant. Ik heb ook gezien dat de planeet Mercurius, de planeet van onze communicatie, de planeet van onze grijze massazone, planeet van onze hersenen, hoe dat we denken, ook onze denkpatronen, staat eigenlijk op een zeer gunstig aspect momenteel met Pluto in Waterman. En zeker voor de volgende ongeveer 2 maanden. Er zit wel nog een schaduwzijde tussen, maar daar zal ik straks over hebben. Maar het belang is wat dat dit met zich meebrengt en welke mogelijkheden. Hè? Dus Mercurius geeft als mogelijkheid momenteel is dat we onze denkpatronen eventjes onder de aandacht brengen. En zeker met de nieuwe maan, als er nieuwe hoofdstukken in ons leven komen, dan kunnen we soms onbewuste angsten hebben die naar boven kunnen komen. En nu zal Mercurius eigenlijk aan ons de mogelijkheid geven om bewust te worden van die onbewuste angsten als het ware. Waardoor we dan meer kunnen ergens plaatsen en dat we daardoor dan ook de volgende stap als het ware kunnen zetten en die bepaalde angsten ook kunnen gaan loslaten. Hè? Want ergens als we angsten in ons leven hebben, dan gaat dat ons alleen maar belemmeren en tegenhouden. En nu is het net een zeer transformerende periode, transformerende energie overal. We gaan de volgende 2 maanden naar die eclipsen ook toe aan het werken. Eclipsen op astrologisch vlak zijn een big deal. Zijn zwaar, zijn intens, kunnen ervaren worden hier op aarde als hoofdstukken die aan het veranderen zijn, transformeren zijn. Dus als er dan angst opkruipt, zou het jammer zijn dat dat u in de weg staat. Dus dan denk ik dat Mercurius nu onze mogelijkheid geeft om voor te bereiden, al voor die eclipsperiode die eraan komt, om ons aanwezig of bewust te zijn van onze denkpatronen tenminste.
als er iets verandert in ons leven en die angst naar boven komt of iets anders of een ongemak, dat we dit gewoon al kunnen zeggen, oké, dit is dat, oké, goed, ik plaats het en ik ben er bewust van en ik laat het al zeker niet met mij gaan lopen, als het ware. Ja, dat is één aspect. Het tweede aspect dat ik daarvan wil meegeven, zeker van Mercurius nu momenteel, die is vandaag op 0 graden in het teken van Ram gegaan. En Ram is het actiegedreven sterrenbeeld. Hè? Als Ram zegt go, dan is het go. Dan is het de horens vooruit. Zoals het teken er ook voor staat, dan gaat hij bokken maken. Dan gaat hij vooruit. Hij denkt dan ook aan niks anders. Hè? Dat zal dan ook met onze communicatie zijn. En ook omgekeerd, het is een periode daardoor dat je veel boodschappen en informatie op jouw pad kunt krijgen. En dat kan betrekking hebben tot een nieuw hoofdstuk in jouw leven. Aan de andere zijde zie ik het ook als een periode nu momenteel waarin dat jij zelf meer zult communiceren naar de buitenwereld toe over jouw hoop en jouw dromen. Een zeer mooi moment daarvoor. En jij zult zelfs jouw blik op de wereld, op de grote wereld van ons algemeen, kan veranderen. En ook dan je blik naar jezelf toe, waar jij binnen in de wereld, in jouw wereld althans ook staat. Dus binnen in jouw gezin, binnen in jouw community, binnen in jouw relaties. Ik denk dat je dat allemaal onder de aandacht kunt nu eventueel brengen en zal eventueel ook brengen en dit dan ook de nood hebben om dat te communiceren en naar buiten te brengen tegenover anderen. Dus het is zeer specifiek momenteel deze energie en het is echt zo'n heel mooie voorbereidende energie die aanwezig is. Dus het belangrijkste dat ik van jullie nu op dat aspect wil meegeven was die angst. Hè? Dus wees bewust van die bepaalde angstpatronen die we hebben. In mijn vorige video's heb ik ook al gesproken dat alles cyclistisch is. Onze denkpatronen zijn ook cyclistisch. Dus als we bewust ermee kunnen omgaan, kunnen we bepaalde patronen gaan doorbreken. Hè? Dat we niet continu dezelfde fouten ook maken. Dus concreet heb ik gewoon genoteerd. Deze nieuwe maan gaat over het veranderen van denkpatronen, waardoor we iets nieuws kunnen starten en daardoor iets ouds ook moeten loslaten. Altijd als wij iets nieuws starten, moeten we het oude ook loslaten. En dat is niet voor iedereen gemakkelijk en zeker niet voor een fixed sign. Jij, waterman, bent een fixed sign. Er zijn er 4. Schorpioen, leeuw, waterman en stier uiteraard. Dus die 4 fixed signs hebben het altijd moeilijk als er iets groots gebeurt in het leven die verandering teweeg brengt. Hè. We zijn allemaal een beetje gewoontediertjes als het ware en wij houden niet echt van verandering. En als er dan iets groots gebeurt, dan vinden wij dat niet zo leuk. Dat is een feit. Ik zeg wij, want ik ben ook een waterman in zonteken. Dus als er iets groots staat te gebeuren in mijn leven, ik weet het eigenlijk graag op voorhand. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ik astrologie studeer, nog altijd, om zo zaken te weten. Dus wees daarvan bewust. Hè. Ik heb ook gezien dat de maan nu ook in de semi-sextaal staat met Mars. Dat kan ook wat onrust met zich meebrengen. Onrust, ongemak. Ik had zo in mijn hoofd ongemak. Hoe vertaal je dat? Ja, ik denk dat je in een lift staat en iemand komt een beetje te dicht bij jou staan. In je comfortzone. Dan ga jij je eigenlijk wel ongemakkelijk waarschijnlijk aanvoelen. Die persoon staat in jouw private circle, als het ware. Dat is het soort ongemak dat ik over spreek. Dus die onrust. Verandering kan onrust en ongemak met zich meebrengen. Een beetje frictie ook met zich meebrengen. Maar weet, eigenlijk is het eigenlijk te goede voor iets hoor. Het zal jouw zin in verandering gaan aanwakkeren ook. Waardoor dat jij als het ware ja, echt wel uit de startblokken zult schieten met iets in jouw leven. Ik zie ook wel dat Mars momenteel in de square staat met Uranus. Squares zijn nooit niet zo gunstig. Dus dat is iets minder gunstige energie. En zeker Uranus, dat is het onverwachte. Dus het kan wel zijn dat er iets onverwachts zal opduiken voor ons, jou, wie zal het zeggen. Probeer dit dan met fluwelen handschoenen aan te pakken en positief te draaien, want het zal sowieso ter bevordering zijn van jouzelf. Om je meer te aligneren met wie jij nu bent. Niet met de oude versie van jou, maar wie jij nu bent. Nu, dat kan iets kleins zijn, hè. Maar voor sommige watermannen kan het ook iets groots zijn. Dat kan ik uiteraard niet voorspellen, want het is een collectieve lezing.
Dus algemeen, kijk eens voor jezelf wat dat jij kan en wil nu veranderen in jouw leven. En je kan je er reeds al een beetje beginnen op voorbereiden. Welke actie dat jij nu wenst te ondernemen. Zodat je al een beetje rust kunt creëren in jouw leven. Dat niet te chaotisch momenteel is. Weet ook, we zitten nog in die voorbode ook van die maansverduistering op de 25e maart die eraan komt. Dat is sowieso een energie die nu al aanwezig is. En die energie vraagt ook om bepaalde aspecten op emotioneel vlak van ons die ons tegenhouden, om die ook los te laten. Dus het is allemaal een beetje zelfgerelateerde energie. Emotionele zaken loslaten die ons vasthouden. Hoofdstukken die dienen afgesloten te worden, die we dienen los te laten om nieuwe hoofdstukken te starten in ons leven. Okay? Nu, voor jou specifiek, Waterman, heb ik gezien... En dan spreek ik altijd, zeker op dit vlak, over Waterman in ascendant. Dat zal het meeste gecorreleerd zijn met deze boodschap. Maar kijk je voor Waterman in zon, dan zal deze boodschap meer gecorreleerd zijn, zeker op jouw werk- en jouw carrièregebied. Kijk je voor Waterman in maanteken, dan zal het meer gecorreleerd zijn met jouw emoties, hoe jij je voelt. Ja? Maar je tweede huis is jouw huis van inkomen en financiën. Dus, ik kan wel zien daardoor dat jij meer mogelijkheden op financieel gebied zult krijgen door meer tijd te investeren in zaken die dichter bij jouw eigen waarden en jouw eigen core en ziel staan, als het ware. Ik zie daarin heel veel mooie mogelijkheden voor jou de komende, zeker ja, tot midden mei hoor. Denk gewoon, Mercurius komt nog in een retrograde vanaf de 1e april. Dan gaat het misschien met bepaalde zaken terug van jezelf die je nu al opgestart was, moeten herbekijken, een beetje aansleutelen, of dat nog allemaal mooi gealigneerd is met wat jij in feite nu nog wenst te doen, of dat het allemaal nog mooi synchroon loopt, maar geen grote zaken. Maar de volgende 2 maanden, 8 weken, sowieso is een go-periode voor jou, maar heel veel mogelijkheden. Eerst een slokje water. Als ik veel praat... ik zag ook, jouw vierde huis wordt ergens ook wel belicht tijdens deze periode. Dus jouw gevoel van huis en thuis, hè, waar jij je veilig als het ware voelt, zal ook geactiveerd worden. Hè. Ik denk dat de goede periode sowieso is. Terug, liefste Waterman, ik heb het er al over gehad, maar dat blijft ook zo, astrologisch gezien. Goede periode om iets te leren. Of om iets aan anderen ook te gaan leren. Zeker tot en met midden mei. Dus wens jij een cursus te doen. Ik zou zeggen, schrijf je nu maar alvast in om nu ook te kunnen starten. Zal zeer gunstig zijn. Zal enorm veel momentum creëren. Het kan zelfs zijn ook dat jij... ik denk dat bepaalde watermannen ook zullen zin hebben om op reis te gaan. En dat je misschien impulsief zult een beslissing maken om eventueel eens een reis aan te gaan. Ik denk dat je ook eens tijd nood hebt om er eens uit te gaan. Dat is toch iets apart dat ik er nog bij genoteerd had. Dat is zowel alles op astrologisch vlak wat ik heb voor jullie voor de aankomende week althans. Ik spring heel graag over naar de... Tarotlezing tenminste zelf. Misschien voor de mensen die nieuw zijn. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens de lezing connecteer ik altijd luid op in het Engels. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ik vertaal ze direct en ik verklaar ze uiteraard ook voor jullie. Ik ben altijd de lezing met enkele orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis. Er komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Goed, we beginnen eraan. Ik heb genoeg gezegd. Oké, en Engels. Het is fantastisch als ik bijna niks moet vragen. Ja, ik heb hier de She-Wolf. Unleash the wild within. Laat de wilde kant van jou los. En dat zal de kant zijn die waarschijnlijk eens op avontuur wenst te gaan. Die kaart vraagt om dit los te laten, om daar ook naartoe te luisteren. Dat is uw dierlijke instincten ook, als het ware. Hè. Laat die los. Hè. Zeker met... hier zie je nu wel een volle maan. Dus binnen 2 weken komt er terug een volle maan aan. En we gaan naar die maansverduistering dan ook. Dus het is een periode dat jij zeker mocht vertrouwen op je intuïtie momenteel. Hè. En ik zeg dit, want ik heb ook Hold the Space. En Hold the Space is dus de universe. Hè. Dat is die wijze guru man met zijn staf...
waaruit het licht hem begeleidt. Het licht toont zijn pad ook. Dus laat je niet van je pad afgaan. Geloof in de energieën ook rond jou. Dat alles in jouw voordeel aan het spelen is, als het ware. Ik heb ook de Oracle kaart. Wait for important information. Ja, dat is een kaart dat ik niet vaak krijg. Een zeer mooie kaart. Ik zal hem eventjes tonen. De Oracle kaart, want het zijn nu ook orakelkaarten waar ik mee werk. Deze toch alvast. Dat zijn zeer mooie shamanistische kaarten. Waar er heel veel informatie kan in zitten. Dus het kan gewoon zijn op het moment dat je nu moet wachten tot een boodschap. Dat je zelfs uit deze lezing kunt krijgen eventueel. Maar het kan ook onbewust zijn voor jouzelf. Hè. Dus wacht op een bepaald intuïtief moment dat informatie met zich mee zal brengen voor jou. Dat van belang kan zijn dan ook voor jou. Oké. Okay. Hoe? Het volgende deck. Alright, show me what else I need to know. Thank you. Voor de Aquarius. Thank you. Oké, twee kaarten. Flexible en relaxation. Ja, flexibility. Kijk, dat is de kaart die echt wel vraagt aan jou om ook flexibel in het leven te zijn. Desondanks wat dat je tegen zult komen, heb jij een moment dat er iets onverwachts gebeurt, dan vragen de kaarten hier om flexibel met die energie om te gaan. En om hem dan eigenlijk, als het ware, terug in jouw voordeel te gaan omzetten. En dat had ik eigenlijk net astrologisch ook al meegegeven. Ik heb wel ook de relaxation kaart voor jullie. Dus als het een tip mag zijn voor enkele watermannen, zal het althans een tip voor mezelf ook. Neem wat tijd voor jezelf. Niet altijd ook... Niet holder de bot blijven gaan. S'avonds, velen onder ons gaan ons voor de televisie leggen, maar proberen eens een boek te lezen eventueel. Te rusten. De relaxation part zal ook even belangrijk zijn als het actiegedreven vooruitgaan. Voor onze lieve watermannen. Hoe? Mijn Moonology deck, even erbij gehaald ook. Show me what we need to know, please, for Aquarius. Show me what we need to know for the collective, please. It's new moon. Thank you. Anything more for Aquarius? Thank you. Ja, look at the bigger picture. Dus hou het brede plaatje altijd in je achterhoofd. Hè? Dat is een full moon in Sagittarius kaart, een full moon in een boogschutter kaart. Een boogschutter, hè, als hij zijn pijl heeft afgeschoten, dan gaat hij erachter hoe ver dat hij ook mag zijn. Dus een boogschutter houdt ook van open-mindedheid. Hè? En die kaart vraagt dat. Blijf het brede beeld zien. In gelijk welke situatie in jouw leven is. Een conflict, heb je de ruzie. Wens je iets te implementeren, maakt niet uit. Gelijk wat. Hè? Maar hou die visie, die brede visie, hou die. En die heb jij met bakken, waterman. Een van de typische aspecten van jouzelf. Hè? Ik heb ook expect powerful change. Dus ja, dat is de nieuwe maaneclipse. Ja, de 25e. Dus er kan grote verandering is op jouw pad aan het komen. Hè. En ik denk zelfs die grote verandering dat zal komen, dat dat enorm veel antwoorden met zich mee zal brengen. En dat is de full moon in Gemini. Gemini is een heel, dat is jouw zusteken, zal ik maar zeggen. Ook een luchtteken. Zeer slim sterrenbeeld. Zeer witty, humoristisch ook wel. En de antwoorden zullen komen, waar dat je nu misschien nog niet altijd helemaal duidelijk bent. Hè, want een tweeling, dat is die twee zijden ook altijd. Wat moet ik beslissen? Waar moet ik heen gaan? Hoe moet ik dit doen? Enzovoort, enzovoort. De antwoorden komen wel. Maar verwacht een heel grote verandering. Een powerful change. En voor mij is dat Pluto en Waterman ook. Hè, die powerhuizen, die kracht die in jouw teken nu staat. Hè. Voor de watermannen die video nog niet gezien hebben, dat is Pluto en Waterman... Zeer specifieke video waarmee ik dit jaar gestart ben om aan te tonen. Het is de eerste keer in 248 jaar dat de planeet Pluto in Waterman staat. In ons teken dan althans. Zal daar blijven staan voor de volgende 22 jaar. Dus gigantische veranderingen van energie. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kan je altijd nog eens naar die video kijken. Hoeft niet. Maar ik correleer dat daarmee. Die verandering is ingezet als bij wijze van spreken. En ik denk dat velen onder ons dit ook wel aanvoelen.
Goed, we gaan de kaarten naar beneden trekken. Ach, ik heb nog één orakeldek dat ik uitgehaald had, want ik werk er niet vaak mee. En eigenlijk zal er meer mee werken, want het is een heel mooi dek. Het is een kruidenorakeldek, een Nederlands dek van het Kruidenhuisje in Nederland. Zeer mooi, gaan we ook nog een boodschap uithalen. Alright, show me what else I need to do. Thank you. Zelfs niet vragen, zo snel. Het zijn heel kleine lettertjes, dus ik moet opletten. Zelfs met mijn bril aan kan ik het niet goed lezen. Hondendraf. Nee, hondsdraf. Ik geef daadkracht. Wanneer iets je overweldigt en daardoor bevriest, breek het dan op in kleine stapjes. Elk stapje leidt naar het volgende stapje. En voor je het weet, loop je de marathon. Ja? Dus als jij iets gestart bent, hè, en allez, neem nu, ja, je hebt iets voor ogen, hè, je wilt iets veranderen in jouw leven en het lijkt eigenlijk, wow, het is zo moeilijk, zo onbereikbaar, dit kan ik niet, dan vraagt die kaart, deel het op in segmenten en doe het stapje per stapje. Dan lijkt die dat einddoel niet zo zwaar en zo beladen, alsof je het niet zou kunnen. Dat is deze kaart. Mooie kaart althans. En dan heb ik de honingsklaver. Ik help je om uit jouw hoofd te komen. Nu, als er één iets is wat een waterman goed in is, is het in zijn kopie zitten uiteraard. Hè. Kom uit jouw hoofd. Daar zit je veel te veel, liefste waterman. Volg je zintuigen, je intuïtie en jouw hart. Geef je over aan het ritme van de natuur en je zal inspiratie en nieuw geluk vinden. Bijzonder. Ja, ja, liefste waterman. Ik zal daar verder niet veel meer over zeggen. Goed, we gaan over naar de tarotkaarten zelf. Hè. Ik ben zeer benieuwd wat eruit komt. Weet dat al mijn kaarten op voorhand al geshuffeld zijn geweest, maar ik doe dit off-camera, want het duurt gewoon te lang anders. Ik neem enkel jumpers, enkel algemene boodschappen. Ik toon de kaarten dan na aan jullie en dan verklaar ik ze nogmaals met een tweede deck. Here we go. Oké, first card. What else do we need to know, please, for Aquarius? Anything else we need to know? Thank you. Anything else, please? Thank you. Anything else we need to know, please, for Aquarius, for the collective, for this new moon, please? Thank you. Anything else for Aquarius? Thank you. Yes, and now I come to... Whoa. Ik vraag me echt af of jullie dit, die opdeling nu leuk vinden. Ik heb er geen idee van. Het is aanpassen even. Ook voor mij. Hoe? Ja, ik begin eigenlijk mooi hoor. Ik begin met de krachtkaart. Dus de strengthkaart. Het toont mij aan dat jij in jouw kracht aan het komen bent. Hè. Jij bent eigenlijk het wilde. Het ligt onder de kaart van Unleash the Wild Within. En dat is jij die jouw wilde zijde ook wellicht aan het temmen bent. Het kan zijn dat ik hier tegen bepaalde watermannen aan het spreken ben. Op astrologisch vlak na ons 40ste jaar gaan wij eerder meer gericht naar onze North Node. Naar onze doelsbestemming waarvoor we hier zijn. En voor die 40 jaar zijn we wat meer onbezonnen en wat losser eigenlijk wel. Deze kaart kan dit ook aantonen, dat jij eigenlijk op een kantelmoment bent, dat jij meer rustiger wordt, dat je het beest in jou getemd hebt, als het ware. Aan de andere kant, Unleash the Wild Within vraagt ook nog om dit wel los te laten met tijden, maar daar bewust ook van te zijn. Ja? Dus jij komt wel in jouw kracht, hè? Want je ziet ook boven haar hoofd, zie je daar het infinity symbool, hè? Het infinity symbol geeft voor mij altijd mee dat je eigenlijk ondersteund bent door het universum ook. Hè. Dus jij bent op het juiste moment in jouw kracht aan het komen. Hold the space. Hou je daaraan vast, vragende kaarten. Ik heb ook de King of Wands. Dat is een zeer vurige koning. Hè. Dat is een zeer vurige, geïnspireerde koning. Die vol ambitie achter zijn doel gaat. Het is een koning. Dus... Het is iemand die al bepaalde zaken voldaan heeft in zijn leven. Hè? Die weet van wanten. Nou, die ligt nu wel onder wait for the important information. Nu, de King of Wands is voor mij geen informatiekaart. Dus ben benieuwd wat er nog uit zal komen als ik hem verklaar.
Maar de King of Wands is wel, die informatie kan wel zijn over een creatief aspect van jou. Hè? Want het zijn wands, dat is creatief, inspirerend, passioneel, passioneel project van jezelf. Dus het kan zijn dat je met betrekking tot het passioneel project van jou hè, nieuwe informatie zult krijgen. Nu ja, kijk, onder de relaxation kaart krijg jij de Hanged Man, hè, maar die ligt omgekeerd. Althans, dus ik zal hem zo tonen, die lag voor mij zo. Normaal gezien moet die zo hangen. En eigenlijk, de betekenis van de kaart is dat je bepaalde zaken uit een ander perspectief dient te bekijken. En de Hanged Man rechtop wil zeggen dat je jezelf even in een momentum van pauze gezet hebt. Maar omgekeerd is het tegenovergestelde. Omgekeerd wil zeggen dat er geen pauze is. Hè, en dat je blijft eigenlijk gaan. Ook daarin vragen de kaarten om af en toe op die pauzeknop te gaan drukken. Hè. Ligt onder die relaxation kaart. Dus probeer daar een mooie balans in te vinden. Want in die rustperiode kan jij echt wel heel veel nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. Dus neem een boek alstublieft. Kijk naar die kaart nog eens. Neem een boek letterlijk en ga eens aan het lezen. Dat zal uw gedachten op één iets zetten en dat kan echt wel bepaalde zaken ook gaan bevrijden in dit volle kopje eventueel. Ik heb ook de Ace of Pentacles. Dus sowieso start jij iets nieuws. Hè? Je weet ondertussen voor degenen die vaak kijken, als er een Ace komt, dat is een Ace van de universe, van het universum, die een nieuw pad voor jou toont. Hè? Je ziet het hier ook. Het nieuwe pad ligt klaar om door te gaan. De grote Pentacle op financieel vlak. Jouw tweede huis wordt belicht. Nieuwe mogelijkheden op financieel vlak liggen klaar voor jou. Droom groot. Waterman. Droom niet klein. Look at the bigger picture. The bigger picture is groot dromen. Dus hou het niet klein. Niks is onmogelijk voor jou. Je kan gaan zover als dat je wenst. Ik heb hier wel één negatieve energie, belemmerende energie. Het kan zijn dat er iets gebeurt, hè, want ik zei het. Ja, die energie van Mars die in de square staat met Uranus, dus iets onverwachts die op jouw pad kan komen, kan zijn, verwacht grote veranderingen, kan zijn dat die angst bij jou naar boven komt. Het kan zijn dat je daardoor een beetje verlamd bent, als het ware. Zie je het als een prik dat je krijgt, of een kwal die even jou bijt, waardoor dat je een beetje verlamd bent, of noem maar op, een beest dat u verlamt, ik zal het maar zo zeggen. Die Eight of Swords spreekt aan het feit van dat je in een zelfgemaakte gevangenis zit, maar eigenlijk is dat totaal niet waar. Blinddoek afdoen, touwen kun je zelf van je afdoen, en dan kun je gewoon zien dat het water, de emoties rondom jou zijn, en die zware dag, jij zit niet vast, je ziet dat ook, ze zit niet vast. Maar ze denkt dat ze vast zit. Dus het kan wel zijn dat je daardoor wat gelimiteerde gedachten hebt. Maar aan de andere kant, ik ga er direct een maar aan vastknopen. De zon ligt hier, als einde van jouw lezing. Dus sowieso, ik weet dat je daar ook door zult komen. En zie het ook zo van die positieve mindset. Jij bent op weg naar, dat is fortune, good fortune, dat is Jupiter kaart ook. Die zon belicht alles, doet alles groeien. Heel veel weelde die binnenkomt, heel veel plezier. Hè? Die zonnebloemen staan daar. De warmte is er. Dus alles zal positief geladen worden, sowieso. Hè? Maar probeer op een bepaald moment, kom je iets tegen, probeer dan uit je koppen te geraken. Want dat is een kaart die echt wel aangeeft, belemmerend hier in het hoofdje. Hè? Jouw eigen gedachten houden jou, kunnen jou tegenhouden. Ik had onderaan de dek nog niet gekeken, maar ik zie hier zelfs de High Priestess. Dat toont mij aan dat jij spiritueel een bokkensprong aan het maken bent. Waardoor, en dat heb ik hier ook nog eens, waardoor jij de Nine of Pentacles eventueel zelfstandig kunt worden op financieel vlak. Dat is zeer bevrijdende energie, zowel op spiritueel niveau als op financieel niveau, die twee kaarten. En dat is onderbus onderaan de dek, dat kan ook jouw angsten zijn. Ja, ik heb de Chariot er ook nog bij. Ik heb de Lovers, een keuze, eventuele geliefde die op jouw pad komt. Momentum is aan het opbouwen, hè, maar het zal sowieso blijven voor de volgende weken. Die lezingen zullen sowieso telkens dat deel meenemen, is dat het momentum aan het opnemen is. Kan niet anders. Oké, de Strength Card, please. Clarify the Strength Card for Aquarius. Thank you. Ja, kijk, ook daar de Four of Swords, hè.
Ik denk dat jij al veel overwonnen hebt en dat je af en toe wel wat tijd voor jezelf moet nemen en rust. Die rustperiode, zeker nu met die hectische energie rondom ons, zal belangrijk zijn. Luister naar je lichaam. In rust kun je echt gaan genezen en energiebatterijen gaan opladen. Ik denk ook in rust dat je meer zult plannen maken naar de toekomst toe. Daar correleert deze kaart ook bij. Waardoor dat er meer informatie naar jouw pad kan komen. Het is niet altijd door het bewegen dat we eigenlijk kunnen plannen maken. Het is in die rustperiode dat we plannen kunnen smeden, als het ware. Oké, de King of Wands, please. Clarify King of Wands for Aquarius. Thank you. And the Knight of Pentacles. Ja. Dus er is hier wel informatie. De informatie die komt, hè, zal te maken hebben met uw routines dat je dient te implementeren. Met betrekking tot jouw passie en jouw creativiteit. En ik denk dat je een plan van motie zult moeten opstellen waarin dat je stap voor stap iets aan het implementeren bent. En dat zal u dan ook wel leiden tot financiële groei. Hè? Want het is de Knight of Pentacles, dat is een van mijn lievelingsknights. Maar die spreekt over hard werk, blijven volhouden, stap voor stap. En daardoor creëert de financiële groei. En dan op die King of Wands, dat het gaat om met betrekking tot jouw grootste passie, jouw grootste creativiteit als het ware. Slokje water. Oké. En dan de hangman in reverse, please. Clarify the hangman in reverse. Thank you. Heb ik de nine of wands. En ook in reverse. Oké. Dat is terug moeheid, hè. Kan zijn dat je een beetje vermoeid bent, liefste waterman. Ook dat. Allee, ik maak het niet op, hè. Ik zal het jullie tonen. Die relaxatiekaart. Die zien jullie dus ook liggen. En daar net onder heb je de hangman. Die vraagt om wel rust te nemen, terug te trekken. Even op de pauzeknop te drukken, zodanig dat je bepaalde aspecten eens op een andere manier kunt bekijken. En dan heb ik nog eens de Nine of Wands, ook omgekeerd. Ja? En deze vraagt dus om bepaalde zaken... waar dat je het moeilijk in hebt. Deze kaart spreekt voor mij over vermoeidheid ook. Omdat je continu blijft gaan, dat je geen pauze implementeert. Dus je innerlijke resources, je innerlijke batterij dient opgeladen te worden. Dus vergeet het niet. We zijn geen Duracell-konijnen. Nee, ik ben aan het denken, zou ik de video zo noemen? Ik ga het toch opschrijven, you never know. Ja, ik vind dat grappig. Misschien niet iedereen. Ace of Pentacles, please. Clarify the Ace of Pentacles for Aquarius. Thank you. Ja, the Four of Pentacles. Ik denk dat je zin hebt om op avontuur te gaan en dat je soms wat te controleren bent. Nu, een van jouw heersende planeten is Saturnus. Saturnus houdt van controle, van structuur ook. En daardoor kan jij soms ietsje te controlerend zijn over alle aspecten in jouw leven. Probeer eens dat teentje zo in het ongerepte te dippen, als het ware. Ietsje minder gecontroleerd te zijn. Hè? De kaart vraagt aan jou om op avontuur te gaan. Hè? Durf dit grote avontuur aan gaan. Kijk naar de bigger picture in het leven. Dus durf die stap dan ook wel mooi te zetten. Eight of Swords, please. Clarify the Eight of Swords for Aquarius. Five of Pentacles, hè. Nu, twee dingen over de Five of Pentacles. Ten eerste, het is een kaart die verandering op financieel gebied toont. Waar dat je misschien nu wat moeite hebt om rond te komen, letterlijk, qua inkomsten van financiën. Het kan zijn. Kan het zijn dat er daar nu een shift zit aan te komen. Maar het zal wel te maken hebben met jouw mindset ook. Jouw mindset dient te veranderen op dat vlak. Want de Five of Pentacles is ook een kaart aan de andere kant van... ik heb niet genoeg, beetje slachtofferrol eventueel. Ik voel me buitengesloten eventueel. Allemaal negatieve gedachten die hier rondkomen.
Ja, weet als je, en het heeft ook met je zelfvertrouwen als het ware. Dat is zo'n beetje laag zelfvertrouwen. Dus dat zijn die angsten die toekomen in het leven. Hè. Dus wees daarvan bewust, hè. Terug, ik herhaal, maar ik kan er niet aan doen. Wees bewust van die negatieve zaken als die zich manifesteren in jouw leven. Want je zult dan ook negatieve zaken gaan aantrekken in jouw leven. En ik denk niet dat dit de bedoeling is. Maar althans, ik zie het hier toch niet voor jullie. Oké? Okay? Clarify the sun card, please. Ja, einde van een cyclus. Ah, omgekeerd ook. Ja, de Ten of Swords, als die omgekeerd valt, dan toont die aan om mij om aan jou te zeggen van... het ergste heb jij gehad, hoor. Van nu gaat het alleen maar vooruit goed gaan. Heb jij 20 jaar tegenslag gehad? En wel, kijk, liefste waterman, dan zeggen de kaarten hier tegen jou, zeker op de zonkaart, het ergste is voorbij. Jij gaat nu alleen maar vooruit. Alles wordt nu beschenen met deze zon. Alles wordt bejubeld, als het ware. Ik denk ook bepaalde zaken uit het verleden is dat je daar veel over geleerd hebt ook en dat lessen geweest zijn voor jou. Die je als het ware nu op je pad gebracht hebben waar je nu dient heen te gaan. Dat geeft de Ten of Swords omgekeerd voor mij mee voor jullie. Dat is dan ook mijn allerlaatste boodschap bij deze lezing. Ik hoop dat bepaalde boodschappen correleerden, resoneerden. Zo ja, dan mag je zeker de video liken. Je mocht je ook abonneren indien je dat nog niet gedaan hebt. Eventueel ook op het belletje klikken, dan kan je de volgende video's meepikken of toch op de hoogte gebracht worden. Ik load elke week nieuwe video's op voor jullie. Voor nu wens ik nog een hele fijne zondag als je vandaag nog kijkt. En zo niet voor de rest van de week. Een fijne week, een fijne nieuwe maan. Neem de tijd even om bepaalde zaken in het kopje te analyseren en te rusten ook voor jouzelf. En dan zie ik jullie heel graag een volgende keer. Bedankt om te kijken. Dag Waterman.